En ik ben net mijn sleutels verloren in het bos. En ik kan mijn huis niet meer in. Dames en heren, jongens en meisjes, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie weten hebben we de 1000 abonnees gehaald. En 1000 abonnees is natuurlijk wel een mijlpaal. De eerste 1000 abonnees. Ik hoop natuurlijk dat er nog duizenden volgen. We beginnen te abonneren, zo'n beetje liefde, man. Alleen maar vuur, man. En 1000 abonnees, daar hoort natuurlijk een winactie bij. Dus ben ik naar het bos gefietst. En hier in het bos ga ik even loslopen. Gewoon even lekker de natuur in. En ik ben nu onderweg naar een groot grasveld. Een beetje een veld zoals je hier ook kunt zien in de verte. En daar gaan we de winactie uitvoeren. Het is eigenlijk een beetje een raadsel. Ik noem het ook wel de GPS-teken-winactie. Zoals jullie misschien al in de titel konden zien. En de bedoeling van de challenge ga ik zo uitleggen. We gaan eerst naar het veld en ik zal jullie nog even wat coole bosshots laten zien. Komt-ie. Oké, we zijn aangekomen bij het veld. We lopen hier aan de rand van het bos, zoals jullie kunnen zien. De bedoeling van de challenge is als volgt. Ik pak straks op mijn telefoon Strava erbij. Dat is een app voor hardlopers en fietsers. En die houdt zeg maar bij de afstand en de route die je hebt gelopen. Wat ga ik doen? Ik ga straks dit veld gebruiken om met mijn GPS te tekenen. We hebben straks een 8-letterwoord. Dat is het woord wat jullie moeten raden. En degene die het goed heeft, wint dus deze winactie. En als er meerdere mensen zijn die het goed hebben, dan wordt er geloot tussen de mensen die het goed hebben. We krijgen dus straks 8 tekeningen. Die 8 tekeningen ga ik maken door middel van mijn GPS op dit veld. En dan is het raden maar. Ik laat tijdens het tekenen ook zien hoeveel letters het woord heeft wat je moet raden. En welke letter je moet gebruiken voor het eindwoord. Nou, het wordt allemaal helemaal mooi. En ik ben heel benieuwd of jullie het gaan raden. Oké, let op. Kijk, we hebben hier Strava erbij. Die zet ik op start. En ik begin met lopen. Dan gaan wij zien dat er wordt gelopen. En aan het eind zien wij dan natuurlijk een figuur wat jullie moeten raden. Oké, we gaan beginnen. Nou, dan gaan we even kijken. Dit is wat we hebben getekend. Dus schrijf het woord op en onthoud de eerste letter van het geraden woord. Oké, deze moeten jullie toch wel vrij easy kunnen raden. Het is een 3-letterwoord. Let's go. Oké, ik zeg raden maar 3 letters en onthoud weer de eerste letter. Oké, deze wordt zeer pittig voor mij om te tekenen. Het is een lichaamsdeel. Onthoud het goed. 3 letters. Daar komt hij. Start. Ja, dan gaan we nu kats de hoek om. Met een beetje een boog. En ik weet dat jullie nu denken, dit lijkt ergens op. Maar dat is het niet, jongens. We gaan even zo. Dan rennen we een rondje. Dubbel over dezelfde lijn. En we zijn er. Oké, we zetten hem even rechtop en noteer je antwoord. Oké, goed. De volgende is echt kapot moeilijk voor mij om te tekenen. Maar ik ga mijn best doen. Laten we het erop houden dat het kleding is. En het gaat hierin om het merk. Nou, dat was wel een hele heftige tip. Maar goed, hè, ik gun jullie. Let's go. Zo, nou, daar is hij dan hoor. Na 9000 pogingen. Ik heb hem even recht gezet voor jullie. Het is op zich prima te raden. 4-letterwoord. Let's go naar de volgende. Oké, het volgende gebruik je in de keuken. Let's go. Eerst doen we even het moeilijkste stukje. Dan gaan we terug. En dan hier moeten we een heel klein gaatje maken. Ik hoop dat het gaatje gelukt is. En dan gaan we nu
Huts. Oké, dit wordt heel lastig. Maar dat boeit niet. Dan gaan we toch gewoon door het bos. Tja. Door het bos. We moeten bijna weer terug. Dan moeten we nu bijna een bocht gaan maken. Helemaal hier ook. Ongeveer heen. Het gaan jullie raden, jongens. Het gaan jullie raden. Eén rechte lijn. Terug naar waar ik ben begonnen. Eén. Kerstboompie. Oké. We zijn weer op het veld. Nou, dan zeg ik raaien maar, jongens. Laatste lettertje noteren. Oké, luidjes. 5 letterwoord. En het is iets waarmee je kan trainen. Oké, komt-ie. Let's go. Gaan we. Oké, we beginnen met een grote cirkel. Die is zeer belangrijk. De cirkel is het belangrijkst. Want als die mislukken, dan zijn we de lul. Tekenen we een stukje over. En dan beginnen we met de volgende cirkel. Met, oh, heel veel water. Oh, die moet net zo groot worden. Dan gaan jullie het sowieso raden. Dit raden jullie wel. Dit weten jullie. Wat is dit? En stop. Oké, vul het in en bewaar de derde letter. Oké, de volgende is easy going, jongens. Het is iets wat veel voorkomt in de keuken. Heel veel. Oké, dit lijkt me een makkie, jongens. We gaan naar de volgende. Oké, jongens. We gaan naar de laatste. En die is gewoon echt kapot moeilijk. Een 9 letterwoord, jongens. En het gaat om de derde letter. En het begint te regenen, dus we gaan heel snel naar huis. Oké, let's go. Dus we gaan helemaal tot hier. En dan stoppen we bij de bosrand. En dan gaan we schuin die kant op. Top. Dan gaan we weer schuin die kant op. Maar de bedoeling is dat er nu een kleinere komt. Een kleinere kartel. Ja. Oké, we beginnen nu aan de punt. De punt, kom op. Dit raden jullie, jongens. Dit raden jullie. Iedereen kent dit. Iedereen. Nu gaan we skats terug. Ja. Ah, als jullie dit niet raden. Ik heb nog nooit zo bijzonder goed getekend. Maar nu wel gewoon in één keer terug. Want anders wordt het een onduidelijke tekening. Ah, kijk, dit had dus een punt moeten zijn. Maar het is dus nu een bol. Maar goed, maakt niet uit. Jullie snappen dit nog steeds. Ja, kijk, dit is wel goed gelukt. Oké, en dan is dit het resultaat van het laatste woord. Noteer de derde letter. Oké, jongens, en daarmee was dit ook al het laatste woord. Dus we zijn aangekomen bij het eindwoord. Ik ben heel benieuwd wie dit gaat raden. Naar mijn idee was het niet heel ingewikkeld met alle tips die ik heb gegeven en alle hints. Dus ik ben benieuwd. Zet er niet bij wat alle tussenwoorden waren in je antwoord, want dan kunnen mensen afkijken. Dus zet gewoon alleen het woord in de comments en dan ben ik benieuwd wie het goed hebben. We gaan loten tussen alle mensen die het goed hebben. En natuurlijk stuur ik de uiteindelijke winnaar een berichtje, maar dan moet je wel alle tussenwoorden laten weten om echt te kunnen winnen. En jullie vragen je vast af, maar Tom, ik heb leuk meegespeeld, maar wat kan ik winnen? Nou, wat je kan winnen is als volgt. Dat is dit mooie jekje en dit mooie shirt van Team NL en Jong Oranje. Dus wil je die graag hebben? Laat het vooral weten in de comments. En dan zou ik zeggen, geef deze video een like. Zorg dat je je abonneert op mijn kanaal hier beneden. En dan check jullie volgende week bij Skaters Be Like 5, waar de winnaar bekend wordt gemaakt van deze winnaars. Oké, later. Nou, normaal gesproken is dit het einde van de video. Maar in dit geval niet, want er gebeurde iets wat jullie wel hadden verwacht. En ik niet, want kijk maar even. En ik ben net mijn sleutels verloren in het bos. En ik kan mijn huis niet meer in. Dus ik vroeg me af of jullie misschien een oplossing daarvoor hebben. Ook geen loper of iets. Ja, of zoeken. Ik loop nu nog in het bos, maar dat is natuurlijk niet te doen. Nou, zoals jullie zagen was ik aan het bellen, want tijdens de video is blijkbaar mijn huissleutel uit mijn zak gevallen. En mijn fietssleutel, dus ik moet lopen naar huis. Nou, het was wel echt dikke kwartier fietsen. Dus het wordt echt een wandeltocht, dat wil je niet weten. En mijn huissleutel heeft reservesleutels, maar daarvan is één sleutel bij mijn ouders in Amsterdam. En de andere sleutel ligt in mijn huis. En mijn huis is dicht. Dus ja, daar heb ik helemaal geen reet aan. En ze kunnen de deur niet openbreken of met een loper of weet ik veel wat voor gedoe. Dus komt mijn moeder vanuit Amsterdam om mijn reservesleutel te brengen. Maar ja, ik moet eerst nog een uur naar huis lopen, want het is echt een pleuris eind. Maar we zijn al een eindje op weg.
En ja, hoe groot is de kans dat je die sleutels nog vindt? De volgende dag ging ik terug en gebeurde het wonder. Fucking legend heeft mijn sleutels in het bos gevonden. En daarmee is alles toch nog goed gekomen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video en ik check jullie volgende week. Later. Ja, wel mijn ouders, maar die wonen helemaal in Amsterdam.